Terwijl de Tour de France volop bezig is, het Europese kampioenschap volop bezig is, terwijl we ons langzaam maar zeker aan het voorbereiden zijn op Rio. De Europese kampioenschappen atletiek bezig zijn met Daphne Schippers. Heerlijk, die zou je eigenlijk in zo'n elftal moeten hebben. Maar DVS 33 is gewoon al 3 weken zich aan het voorbereiden op deze competitie die er gaat komen. En dat is toch vrij ambitieus. Roeland ten Berge. Ene kant ambitieus, andere kant is het een hele strakke planning dit jaar. Hè. We beginnen heel vroeg. We hebben competitie gegroeid naar 18 teams. Dus ja, we hebben gewoon niet veel tijd. En uiteindelijk hebben we nu een voorbereiding van 6 weken. En dat is vrij normaal. Alleen het is wat vroeger. Ja. Deze afgelopen 3 weken, en er komt nog 1 week bij. Dat zijn dan wel hele belangrijke weken om de basis neer te leggen qua conditie voor dit seizoen. En misschien ook wel tactische plannen. Nou ja, kijk, conditie, dat ontwikkel je, dat bouw je heel jaar door, bouw je dat op. Dus je legt wel een kleine basis, maar dat blijf je gewoon het hele jaar door ontwikkelen. Het is wel een mooie gelegenheid om iedereen aan het werk te zien. Dus dat hebben we ook vooral gedaan. En we hebben ook gewoon niet veel tijd, hè. Dus we hebben eigenlijk nu nog maar 4 oefenwedstrijden. En dan moeten we klaar zijn voor de competitie. Dus we zullen nu ook al een klein beetje moeten gaan kijken van, nou, welke kant gaat het op? Hoe gaan we straks spelen? En daar zijn we nu vooral heel druk mee bezig. En dan heb je 2 oefenwedstrijden achter de rug. Almere City onder andere afgelopen dinsdagavond. En ik heb vernomen dat dat in de tweede helft er aardig op begon te lijken. En nou ja, ik vond de eerste helft ook wel. Kijk, de intentie is natuurlijk gewoon dat wij willen voetballen. En dan ook durven te voetballen als de tegenstander hoog druk zet. Ook tegen goede tegenstanders. Nou, dat was natuurlijk een mooie test dinsdag, want je speelt wel tegen een profclub. En dan heb ik eigenlijk de eerste helft, maar ook de tweede helft, heb ik gezien dat wij wel blijven voetballen. Dus onder de druk blijven uitvoetballen. Keuzes maken ten opzichte van de tegenstander. Ja, en vooral herkennen van wat gebeurt er. En daar was ik wel heel tevreden over, ja. Ben je ook blij met een aantal stagiaires die zich redelijk ontwikkelen, zo met deze groep? Ja. Kijk, Lars Dekker is erbij als... Ja, een soort van stage en Jordi van Zelm. En die trainen vorig jaar ook al wat mee. Maar je merkt nu gewoon pas, nu ze langer erbij zijn. Ja, dan zie je zelf ook dat ze groeiende zijn en gaan wennen aan het tempo. Dus dan kun je ze ook veel beter beoordelen. En ja, dat ziet er ook gewoon hartstikke goed uit. Ja, tot nog toe 1 licht geblesseerde speler. Benjamin Roumillon. Klopt, ja. Die was nog niet helemaal topfit al. En een kleine terugslag gehad. Maar verwachten we wel dat hij in het tweede blok gewoon weer goed kan aansluiten. De medische staf is er heel erg goed mee bezig, hè? Ja hoor, uitstekend. Ja, dat loopt hartstikke goed. Oké, nou, hartstikke veel succes vanmiddag. Dinsdag nog een nuttige oefenwedstrijd tegen Hercules. Dat is in Utrecht, dacht ik, hè? Ja, in Utrecht. Ja, leuke tegenstander ook. Dus nog 2 wedstrijden en dan naar vakantie. En hoe laat is dat dinsdag? Ik dacht 8 uur gewoon. 8 uur. Oké, heel veel succes vanmiddag. En de eerste wedstrijd die DVS TV gaat uitzenden dit seizoen. Eerste oefenwedstrijd. Maar DVS heeft er natuurlijk al 2 gespeeld. Maar de eerste die we gaan uitzenden, dat is dus DVS tegen Flevo Boys. Ingooi voor Flevo Boys. Arnoud Post gooit op Tjeerdkorf. Arnoud Post, de captain, speelt de bal terug. Daar zit Maries de Ruiter tussen. Maries de Ruiter... Goed opgelet daar. Tekent hier de 1-0 aan. Mooie goal. Goed oplettend werk door eigenlijk een foute terugspeelbal. Via de inworp die net werd genomen door Flevo Boys. En Maurice de Ruiter ziet daar een gaatje en zit daar heel scherp bij. En tekent de 1-0 aan. Rico Wolven. Joran Pot. Kai Velda ziet daar Heiko Epen mee opkomen. Goeie bal daar. Kijken of die voorzet kan gaan komen. Geeft de bal aan Frank Heus. Kai Velda. Frank Heus. Maurice de Ruiter. Zo, mooie buitenspel. Maar daar was een mooie poort. Moella daar. Kai Velda. Mooie aanval daar. Komt de bal bij Joran Pot. Joran Pot gaat schieten.
schiet de bal over. Maar wat een mooie combinatie staat daaraan vooraf. Via Koen Vloedgraven krijgt Joran Pot de bal terug. Maar schoot helaas anderhalve meter over de goal van de keeper van Flevo Boys, Christian Haagsma. Joran Verzand op avontuur daar. Twee man bij hem. Ja, toch balverlies. Dat is een goede bal daar. Op de nummer 9. Frank Post. Frank Post gaat de 16 meter binnen. En schiet daar gewoon de 1-1 binnen. Passeert daar keeper Daan Huiskamp. De nummer 9 van Flevo Boys tekent hier de 1-1 aan. Frank Post. Gaat de schot komen. Schiet daar die Tjeerd Korf. Schiet die bal daar op de rand van de 16. Keurig in de hoek. Daan Huiskamp kan die bal niet pareren. En zo komt Flevo Boys vlak voor rust op een 1-2 voorsprong. Overname Maurice de Ruiter. Gaat er vandoor. Gaat nog twee. Oh, wat doet hij dat? Pran, fantastisch. Komt voor de keeper. Keeper redt met één handje. Wat een mooie actie gaat daaraan vooraf. Corner DVS, maar die poort stond open. En Maurice wist hem te vinden. Ging keurig doorheen. Helaas stuitte hij op het laatst op keeper Rodney Roosink. Maar DVS houdt daar wel een corner aan over. Kai Velda. Kai Velda met de corner. Bal valt daar voor de voeten van Edward Meijner. Mooie knal. Basil Camara. Paas binnendoor naar Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter, prima. Gegeven op Roland de Vries. Met de bal aan de voet, kijkt. Zet die bal daar voor, maar kan worden weggekopt door Flevo Boys. Nu nog steeds balbezit via Kai Velda. Die kreeg de bal van Rico Wolf. Paas op Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. 1, 2 spelers, 3 spelers. En oh, 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 wat een schitterend doelpunt. Wat een heerlijke actie van Maurice de Ruiter. Wat kan die gozer enorm voetballen. Zo ragfijn, zulke mooie passeerbewegingen. 2-3 man achter elkaar. En hij legt eenvoudig het balletje in het doel. 2-2, prima doelpunt. DVS 33. Ingooi DVS. Mooie aanval van DVS. Maurice de Ruiter. Koen Vloedgraven. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Gaat schieten. Schiet daar keurig in de hoek. Oh. Dennis Volkers. Keurige actie. Geeft de bal aan Isaac Kiesler. Isaac Kiesler. Krijgt hem voor zijn been. En die schiet hem in de handen van de keeper Rodney Roosink. Scheidsrechter kijkt op zijn horloge. En vindt het welletjes voor vanmiddag.